Wat zegt je mening over Zwarte Piet over je? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja mensen, het is zo langzamerhand een constante in Nederland. Zo rond oktober, misschien de maand ervoor al, begint het. De jaarlijkse Zwarte Pieten discussie. We weten allemaal, dat is toch een heftige tijd. En vorig jaar, toen ik was net begonnen in Tilburg, belde er een journalist op van het Brabants Dagblad. En die wilde mij wat vragen stellen over de Zwarte Pieten discussie. En dat vond ik wel interessant en ik wilde daar wel iets over zeggen. Maar tegelijkertijd had ik ook geen zin om tegen doodsbedreigingen aan te lopen. Ik zei tegen die man, oké, je mag me bellen, maar ik wil het wel nalezen. Ik wil kijken wat je schrijft en ik wil kunnen bijsturen op een of andere manier. Dus dat had die man netjes gedaan, hij had het mij toegestuurd en vervolgens heb ik het gecorrigeerd. Op zo'n manier dat ik het na 3 keer nalezen zeker wist, daar staat helemaal geen uitspraak van mij in. Dus dat is belangrijk, want zodra je iets zegt, gaan mensen het met je oneens zijn en dan loop je tegen een doodsbedreiging aan. Dus ik dacht, nou, ik was tamelijk zeker van mijn zaak. Dat ding kwam online. Een half uurtje heeft het geduurd. En daar kwam die. Doodsbedreiging. Je kan het artikel nalezen. Het staat nog steeds op de site van Omroep Brabant. Er staat werkelijk niks in. De doodsbedreigingen zijn keurig weggejorst uiteraard. Het viel me toch een beetje zwaar. Nu denk ik, wat kan mij het eigenlijk schelen? En eigenlijk moest het van de producer Frauke. En toen dacht ik, als je toch doodsbedreigingen krijgt, kan je net zo goed als Zwarte Piet komen. Dan weet je tenminste zeker dat de mensen wel verschrikkelijk boos op je zullen worden. Onder de YouTube-video's kan je ook gewoon reageren. Dus laat maar komen mensen, ik ben er helemaal klaar voor. Maar eigenlijk zijn al die doodsbedreigingen ook bizar. Zeker in een land dat als je kijkt naar internationaal vergelijkend onderzoek, naar wat mensen eigenlijk vinden over de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, dan is het op zijn minst vreemd te noemen dat Nederland daar hoog scoort, eigenlijk een van de hoogst scorende landen als het gaat om dit soort ideeën. En tegelijkertijd, als er iemand iets zegt, ook al heb je niet eens een mening, zoals ik bij Omroep Brabant, dan nog mag je het niet zeggen. Dus vrijheid van meningsuiting is heel erg belangrijk, maar zeg vooral niks over Zwarte Piet. Want dat gaat je gewoon echt je leven kosten, als je tenminste die tweetjes mag geloven. En het zijn natuurlijk niet alleen de voorstanders of tegenstanders van Zwarte Piet die geloven in vrijheid van meningsuiting. Ook de tegenstanders van Zwarte Piet, die geloven daar onwijs in. En zij kennen kennelijk niet, tenminste aan beide kampen worden de doodsbedreigingen uitgewisseld. En kennelijk stoort het helemaal niet dat je toch ook denkt van ja, je moet er ook wel je mening kunnen geven. En dan zie je dan ook dat er heel veel mensen constant aan het protesteren zijn. Dat er het hele Malieveld volloopt met allemaal mensen die voor of tegen Zwarte Piet zijn. En dat het lekker losgaat. En dat ook de bedreigingen over en weer flink losgaan. En zelfs iemand als Diewertje Blok, toch een redelijk figuur die niet al te rare fratsen wil uithalen met Zwarte Piet, maar dat toch gaandeweg ietsje zou willen aanpassen, eventueel als het heel even kan. Die loopt ook gewoon met beveiliging rond, ook zo volgend jaar. Als ze weer meedoet, dat weten we natuurlijk niet, kan je weten dat ze wel weer beveiligd zal worden, want dat wordt geen leuke tijd voor die mensen. Het gaat gewoon een beetje mis. Doodsbedreigingen all over the place. Nou, heb ik ook nog een heel mooi voorbeeld van een pro-Piet demonstratie. Eigenlijk een demonstratie tegen het VN-onderzoek naar Zwarte Piet, in hoeverre die racistisch is. En hier kan je dat zien. Hier is een mevrouw. En deze mevrouw die staat daar op het Malieveld ook te demonstreren tegen Zwarte Piet. En die mevrouw die heeft een kleurtje en ze heeft een vlag. En die vlag die is van Papua Nieuw-Guinea. En eigenlijk wat zij zegt is dit. Ik ben verschrikkelijk tegen dat onderzoek van Zwarte Piet naar Zwarte Piet. Want de VN moet zich gewoon bezighouden met echte wantoestanden. Bijvoorbeeld die in Papua Nieuw-Guinea. Dat legt ze dan allemaal uit, want de halve familie is uitgemoord. Heel serieus. Maar tegelijkertijd een medestander van de VN-onderzoekers demonstratie of de pro-Piet demonstratie. Zij denken allebei hetzelfde. Nou, vervolgens heb je daar natuurlijk ook de pro-Piet mensen. Die denken van,
ja, wat krijgen we daar nou? En die zien alleen maar haar als een soort tegenstander, automatische tegenstander van Zwarte Piet. En die zeggen dingen als, ah joh, je bent zelf Zwarte Piet, rot op naar je eigen land. En vervolgens, je ziet daar die man, die is echt woedend. Die slaat ook een beetje nader en zo. Er is nog wel iemand die hem zo wegtrekt. En die vrouw die heeft gewoon het Malieveld moeten verlaten, ontzet door de politie. Hè? Dat was heel schrijnend, maar ook tekenend over hoe overspannen eigenlijk deze hele discussie min of meer is. Nu, waar gaat deze discussie eigenlijk over? De discussie in Nederland over Zwarte Piet gaat over een fundamenteel verschil van inzicht over de vraag hoe of wat cultuur eigenlijk is. Aan de ene kant en of dat of je al dan niet zou kunnen veranderen. En daar zijn twee opvattingen. De eerste is een opvatting rond relativering van cultuur. Mensen die denken eigenlijk aan cultuur als een soort toevallige samenloop van omstandigheden, die ja, contingentie. Het had net zo goed anders kunnen wezen. Die verhalen die wij geloven, dat is maar één van vele andere verhalen. En we hadden net zo goed iets anders kunnen geloven. En dat tradities veranderen in de loop van de tijd, dat vinden zij heel vanzelfsprekend. En dat dragen ze ook vaak aan. En bijvoorbeeld Marissa, van de redactie, die heeft dit pietenpak voor mij gehuurd, want dit heb ik natuurlijk niet standaard in de kast hangen. En vervolgens kwam zij daar, ja, oh, zegt u, ja, nee, maar dat is echt waar, ik ben niet echt Zwarte Piet. Maar toen zei ik, waar is de roe? Waar is de roe? Want toen ik opgroeide, toen had de Zwarte Piet eigenlijk twee centrale dingen die ik niet zo heel fijn vond. Ik ben er zelfs nu nog een beetje bang voor. Eén, de roe, want hij sloeg alle slechte kinderen. En twee, de zak. Die heeft hij nu nog steeds, maar tegenwoordig zit daar gewoon pepernoten en cadeaus in. Maar is niet de bedoeling dat die kinderen in de zak stopt en meeneemt naar Spanje. Hè, dus dat element, dat is gaandeweg, zonder veel morren. Ik heb daar helemaal geen discussie over gehoord. Iedereen vond dat prima. Is gewoon van het toneel verdwenen. Wij hebben geen roe meer. Ik als Zwarte Piet heb geen roe. Vind ik jammer. Want jij zit wel de hele tijd te praten tegen me. Nou ja, goed. Maar dat toont al een beetje aan dat tradities zouden kunnen veranderen. En dit soort argumenten worden constant in die traditie, in dat wereldbeeld aangepakt. Om te laten zien dat het dan ook net zo goed zou kunnen doorveranderen naar een witte piet. Of een bruine piet, een paarse piet, een gele piet. Weet ik voor wat voor pieten we allemaal kunnen bedenken. Een professor piet. Het kan tegenwoordig allemaal. Dat is het eerste. De tweede heb je juist mensen die juist vasthouden aan tradities en cultuur en eigenlijk dat zien als een vaststaand feit. En sociologen noemen dat reificatie. Dat is eigenlijk het idee dat cultuur iets echts is, iets tastbaars, iets verstoffelijks, wat niet zomaar kan veranderen. Hè? Dus het idee van Zwarte Piet, dat is niet zomaar iets, dat is jarenlang zo geweest. Daar hebben we jarenlang daar houvast aan gehouden. En dat idee dat Zwarte Piet daar is, daar kan je niet zomaar afscheid van nemen. Want dat is nou eenmaal hoe wij in Nederland de zaken regelen. En daar mag je geen afstand van nemen. Dus die tradities, die worden gezien als echt en onveranderlijk. En iets dat er altijd zal zijn. Wat iedereen ook zegt over Witte Piet, of Paarse Piet, of Gele Piet, of weet ik veel wat. Dat betekent in die ogen gewoon helemaal niks. Zij reificeren, zij verstoffelijken Zwarte Piet als iets onveranderlijks en laten het daarbij. En ze doen niet alleen, ze reificeren niet alleen Zwarte Piet, maar ook de gehele westerse cultuur. Hè, tegenwoordig horen we heel veel praten over de joods-christelijke, humanistische, misschien nog wel een paar andere tradities. Traditie die wij in Nederland hebben. En daar vaak wordt mee bedoeld, de progressieve, tolerante tradities die wij hier in Nederland allemaal omarmen. Hè, bijvoorbeeld het idee dat je homo's niet zomaar van het flatgebouw af sodomieten, maar vanwege het simpele feit dat ze homo zijn, maar gewoon tolereert en zegt, jij bent homo, ik ben hetero, maar dat maakt allemaal niet uit, we zijn allemaal gelijk. En dat idee wordt vrij breed gedeeld en dat idee wordt eveneens tegenwoordig door de reificerende mensen gezien als onveranderlijk en nauwelijks meer aan te passen of zo. En precies dat zie je ook. Hè? Dat groepen, mensen die reificeren dus niet alleen tradities als Zwarte Piet, maar ook onze eigen westerse traditie. En ze reificeren het hele idee dat ze vrijheid van meningsuiting hebben. Dat is nou eenmaal hoe we de zaken zeggen. Die is absoluut en onverenigbaar met alle andere ideeën. Dus als ik iets te zeggen heb, bijvoorbeeld dat jij een Mogol bent en dood moet,
dan is dat gewoon mijn recht. Hè? Dan is dat een vaststaand iets. Nee, u niet hoor, meneer. Zou niet durven. Maar als u mijn adres wil, ik woon in Madrid. Oké. En diegene die het dan wagen om te morrelen aan zo'n traditie als Zwarte Piet, die het wagen om te denken dat Zwarte Piet kan doorveranderen naar iets wat voor iedereen acceptabel is, of voor andere groepen acceptabel, die zeggen ze eigenlijk van, dat is helemaal niks waar. En mijn vrijheid van meningsuiting betekent dan dat jij gewoon ongezien de tyfus kan krijgen. En dat precies zie je gebeuren rond 5 december, iets ervoor uiteraard, in Nederland. De conclusie is dit. De discussie over Zwarte Piet is een discussie tussen steeds dominanter wordende wereldbeelden in Nederland. Aan de ene kant mensen die een maatschappijbeeld hebben wat heel relativistisch is. Heel dynamisch, waarbij constant wordt benadrukt dat de zaken anders kunnen zijn. En aan de andere kant een groep mensen die dat juist helemaal niet wenst. Die juist stabiliteit en vastigheid wenst van die cultuur. En volledig niet bereid is om dat hele veranderingsdenken te accepteren. En die twee groepen sluiten elkaar uit. Die twee groepen die vechten tegen elkaar als nooit tevoren. En dat gaat natuurlijk niet zomaar veranderen. Nu denkt u misschien, jij bent een socioloog. Geef ons nou eens advies hoe dat moet opgelost worden. Hoe krijgen wij bijvoorbeeld die pro-Piet figuren zover dat ze hun die waanzinnige ideeën opgeven? Zo'n vraag heb ik bijvoorbeeld wel eens gehad. Maar dan zeg ik altijd dat ik het niet helemaal kosher vind om daar antwoord op te geven, omdat het tegelijkertijd ook zo kan zijn dat andere mensen, bijvoorbeeld reïficerende mensen, zeggen, professor Achterberg, geef mij nou nog eens commentaar of geef mij nou eens een advies hoe we die figuren die geloven dat Zwarte Piet ook maar gewoon een mening is, hoe we dat een beetje kunnen aanpassen op een bepaalde manier, waardoor zij ons minder in de weg zitten. En dat is een beetje het probleem van de sociologie. Dat je moeilijk een kant kan kiezen tussen die twee groepen. En dat weiger ik dan ook pertinent. Dus zou u mij het advies geven, hoe moeten we dit conflict oplossen? Dan zeg ik, liever niet. Ik bestudeer het gewoon liever. En daarmee is het klaar.